instrumentale muziek begint in. En dat is nog heel blikkerig hoe de 30e jaren met een saxofoon en zo erin. Afdoen. Nou, ik denk aan bakkeliet heb ik ongeveer zo'n 12.000, misschien wel 13.000. Dan heb ik van dezelfde muziek uit de jaren 30, 40 en 50, heb ik ook de eerste LP's van 25 centimeter. Willy Derby, Guus de Loof, Blazende Dekzwabbers. Hier heb ik toevallig een vreemde plaat uit de jaren, uit het jaar 53. Dit was de eerste LP. Of hier, Patty Page, is ook heel bekend. Kijk, dat is een mooi spul, zoiets. Ik heb het natuurlijk niet over die muziek wat je in de auto's hoort. Hè? Van de tjakke 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 of boom boom boom. Dat wil ik wel even heel duidelijk onderscheiden. Ik heb het over de muziek van toen die ik mooi vind. Natuurlijk is er nu ook muziek wat heel mooi is. André de Jeu vind ik ook best leuk. Maar dan moet je anders voor gaan zitten en luisteren als je zoiets hoort. En dan zeg ik wel eens, ik ben eigenlijk blij dat ik die ben. Dat ik die smaak van de muziek heb die ik heb. En ik voel me ook heel rijk daardoor. En heel bevoorrecht. Ik heb hier wat schutjes, Mok. Zie, dan moest je maar kijken, dat is met een trucje. De hoezen moet mooi gemaakt worden, plastic hoezen erom toe. Ik heb heel veel platen, heb ik dubbels. En die schuif ik dan eens een keer. Ik heb mensen hier die graag in Nederland, die dat ook verzamelen. En waar ik dan dubbel heb, mogen ze overnemen. Voor hetzelfde geld wat ik wat gekocht heb. Dus je draaide dus muziek en dan hoorde je die fietsdynamo, maar je had muziek. Want grammofoon of een pick-up hebben, dat was weelde, dat was luxe in de 50 jaren, denk daar goed om. Also, ik maak er dus zelf een, ik heb hier nog dat ronette elementje liggen, ik maak dus een kopje. En daar haalde ik dan wel een stukje eruit voor en dan kwam een ronette elementje kwam daarin. Heel eenvoudig. Er kwam een spijkernaald erin, die moest je ieder twee platen weer vernieuwen. En er kwam er gewoon een kabeltje kwam eruit, een schemerlampkabeltje met twee bananenstekkers. En het werd dan achter in het grammofoonsymbool werd het ingevoerd. En die grammofoon, als je die dus liet lopen, ik had een schakelaar op zitten, maar hij liep dus op wisselstroom met een dynamo, met een klingeltransformator. Dan deed hij dit, dan moest je hem even meehelpen. En dan legde je de naald erop. Het was heel primitief. Kijk eens, hier heb ik een single. Draai al daar een bier. Valt me zo in de hand. Van 1955. Dat is een EP'tje, een extended player. Die draait dus dubbel de tijd. Hier heb ik wel een oude Willy Derby. Uit de 30e jaren. Ik moet dus zeggen, we hadden het over de eerste plaat die ik kocht. Dat was de Koekoekwals. En die draai ik nog regelmatig in plaats. En die verveelt me ook nooit. Dat heeft me zo veel gedaan. Ja, bij het draaien van deze muziek word ik ook helemaal anders. Ja, er zijn dus bepaalde opnamen bij. Dat doet me nog altijd, maar dat vergeet ik ook niet meer. Waar hoop je dat jouw platencollectie is over 20 jaar? Dit is een goede vraag. Ik weet het niet. In 20 jaar is Willy er niet meer. Ja, kijk eens. Die duiven die niks. Die duiven die niks.